Welkom weer bij een nieuwe video. Zoals jullie horen ben ik nu onderweg en een beetje wiebelig, sorry. Wij gaan nu naar een nieuwe wedstrijd bij Hippie Centrum De Schalm in Renswoude. Ik en Anita willen de laatste puntjes voor de L halen. Dus ja, ik hoop dat het een beetje goed gaat. Ik hoop dat er weer een mooie koers staat. En nou ja, we zien wel hoe het gaat en ik zal jullie zeker op de hoogte houden. Dus veel kijkplezier. Zo, ik heb net lekker heerlijk gedresseerd. Ging echt heel goed. Wel een beetje spanning, maar het ging beter dan de vorige keer. Dus ik ben benieuwd wat mijn punten zijn. Wij gaan nu lekker parcours lopen. En ja, dan crossen. En springen natuurlijk. Ja. Ik sta hier nu in Renswoude, zoals jullie weten. En ik sta nu hier bij een heel leuk tentje, een verkooptentje. Samen met een van de eigenaren van Duo Protection. En ik had een vraagje. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen al uw producten van Duo Protection? Niks. Niks? Dat is het leuke van. Duo Hoef, Duo Dog, Duo Leder en Duo Cat zijn alle vier gemaakt van gesmolten paardenvet. Daar zit totaal geen verschil in. Kort uitleggen. Wij maken het al ruim 40 jaar. Mijn vader maakte dat vroeger voor de hoeven van onze paarden. En mijn vrouw, haar vader, die gebruikte het. Dus dat was puur toeval. Wij hebben dat 6 jaar geleden, toen wij een merk kregen die hele slechte hoeven had, hebben we het weer zelf gemaakt. En toen kregen wij een vraag naar. Alleen, wij zeiden van, we gaan het gek doen, we gaan het op de markt brengen. Nou, hebben we de naam Duo Protection bedacht, hebben het op de markt gebracht. Alleen, wij kregen steeds meer een vraag van, waarom is het dan goed, wat zit erin? In paardenvet zit glycerine, vitamine A en D, omega 3, 6 en 9, goede antibacteriële stoffen, een hele mooie balans tussen vet, eiwit en vetzuur. Nou, toen konden we al weten dat glycerine vocht aantrekt, vitamine A en D goed voor de huid en de horengroei is. Dus dat is vrij logisch waarom het dan goed voor een hoef is. En het wordt opgenomen, omdat het een eigen product is. Maar onze dierenarts zei, Gerrit, luister, ik wil met dit rapport wil ik gaan testen op honden. Hij zegt, want glycerine, vitamine A en D en omega 3, 6 en 9 zit nergens in één product. Hij zegt, en het is nog natuurlijk ook. Voor honden met huidproblemen, jeukkrabben, schilfers en extreme verharing is het perfect, gaat gewoon over. En daarom hebben we Duo Dog. Dus, dit is niet alleen voor paarden, maar het is ook voor honden en katten. Willen jullie er meer over weten? Gewoon Duo Protection opzoeken en dan vind je er alles over. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft.
Is er nog zin in? Even kijken hoe Piara die lastige hindernis bij die brug in het water gaat nemen. Nou, je ziet er goed uit. Heeft geen problemen. Colin Soeterman. En ze staat ondertussen Rina van der Koor met Ilita voor de hindernis vrienden. Naar hindernis 10. Zo mensen, wij zijn weer lekker thuis in de huis. Het is al best donker. Kwart over 9 of zo, weet ik veel. Dus we hebben even de lichten aangedaan in de vrachtwagen. We zijn nu even alles aan het opruimen. Inita staat weer lekker in de box. Ik ben moe, ik ga papa nu even helpen. Oh, lekker tegenlicht. En ja, voor de cross betreft ging het echt heel goed. De laatste twee pintjes erbij. Maar ik had niet echt op de tijd gereden. Want ik dacht, nou weet je, als ik gewoon maar tijd tel toch niet mee voor winstpunten. Dus ik heb niet echt op de tijd gereden. Een paar tijdsfoutjes, helemaal prima. Maar alsnog ben ik tweede geworden. Echt super blij, had het totaal niet verwacht. Het was best een pittig parcours, zeker voor de L. Dus ja, ik heb meelijden met de mensen die daar voor het eerst L reden. Maar het ging allemaal al echt heel erg goed. Het was een superleuke dag. Weer superleuke mensen ontmoet. En op naar Schaik voor de... Volgens mij de laatste twee L-puntjes. En dan kunnen we in Varsveld M. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.